Mijn naam is Michiel Roelofsen. Ik ben vierde generatie ondernemer bij Koninklijke Rotra. Dat doe ik samen met mijn broer Harm en wij wonen hier allebei in Doesburg. Rotra is 113 jaar geleden ontstaan. In 2009 zijn wij koninklijk geworden. Dus wij horen tot de kleine groep koninklijke bedrijven in Nederland. Er zijn vier generaties ondernemers geweest. Hermanus, mijn opa Herman, de vorige generatie Jan en Gerard. Die hebben het stokje overgedragen in 2003 aan mijn broer en aan mij. En een van de twee ondernemers zie je nu voor je. Het familiebedrijf is ontstaan in Doesburg. Daar hebben we nog steeds het hoofdkantoor. En daarnaast hebben we kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel en Antwerpen. Rotra is een digitale expediteur. Wij vervoeren goederen van over de hele wereld per luchtvracht en zeevracht naar en van Europa. Binnen het bedrijf digitaliseren wij iedere dag een klein stapje, zodat het steeds makkelijker wordt voor de medewerker om een zending te behandelen. En voor de klant moet je het eigenlijk zien als een digitaal reisbureau, zoals Booking.com. Je kan heel makkelijk een ticket boeken van hier naar Barcelona. En zo is het eigenlijk ook voor vracht. De betekenis van een familie voor het bedrijf is toch wel aanzienlijk. Ik denk dat het belangrijk is dat de normen en de waarden die binnen familie worden gehanteerd, ook binnen het bedrijf worden gehanteerd. En daar kijken we naar lange termijn. En zowel naar klanten als naar de collega's willen we dat we met elkaar omgaan zoals wij zelf ook behandeld willen worden. Ik denk dat dat tot uiting komt in de drie adagia die we voorstaan. Hè. Respect people, have fun en als laatste, make money. We bestaan inmiddels 113 jaar. En als we kijken naar de toekomst van Rotra, in het huidige tijdsgewricht, dan investeren wij anticyclisch. Dat wil zeggen, als de economie daalt, dan zetten wij extra in op verkoop. Dat wil zeggen, als de economie daalt, dan zetten wij extra in op digitale marketing. En daarnaast blijven wij op een hoog niveau investeren in onze producten, zodat wij eigenlijk voor de markt uit blijven lopen als digitale expediteur. Want er zijn in principe 1000 expediteurs in de Benelux. Maar er zijn echter 2 digitale expediteurs in de Benelux die ertoe doen. En wij proberen echt voorop te gaan in die markt.